een Vlaamse sponsor gevonden in Portugal, in Ericeira. Twee stickers, frozenspeed.com. Voor de beste motorsportfoto's. Goed gezegd. Gelukt? Yes. Yes. Cabo da Roca in Portugal, het meest westelijke punt van Europa. Onderweg naar Lissabon, maar zoals je al door hebt, ik ga daar niet stoppen. We reden nu over de brug naar het zuiden van Lissabon. Dus hier zie je nog een beetje van de buitenbuurten van de stad. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model? Now that my role model is gone. He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my de Galapagos. I can be your long-lost pal. I can call you Daddy. Gaan we naar Setúbal en daar gaan we de ferry nemen naar een ander stukje land, want anders moet ik 2 uur rondrijden en die ferry kost denk ik 15 euro, dus het zou belachelijk zijn om het stuk rond te rijden en zo blijf ik ook dichter tegen de kust staan. Nog 1,5 kilometer en ik ben aan de ferry. Ik heb nog nooit met mijn auto een ferry genomen, dus dat is sowieso heel spannend. Ik zie er goed vandaag precies. Hier rijdt zo dadelijk een ferry nemen van Atlantic Ferries. Die traject doe ik nu. En dan kan ik verder rijden naar het zuiden. We laten nu Setúbal. Vlak bij het water en rechts zit ik ook heel dicht bij het water. Villanova de Mil Pontes. We'll be right back.
wereld zien te zeilen. Zalig, ik heb juist 3 nachtjes hier gekampeerd in Praia do Amado. Omdat ik Nederlanders was tegengekomen op een ander plekje. En die zeiden dat ze hier stonden, dus ik was naar hier gekomen. Ik heb hier bijna niks gefilmd, helaas. Maar ik heb echt genoten van 3 chille dagen. Allemaal Belgen leren kennen, die elkaar ook al goed kennen. En die wonen al 10 jaar, 15 jaar, 5 jaar. Allemaal verschillende periodes, maar die wonen allemaal in een dikke Mercedes Mobilo. Dus dat was heel fijn om die mensen te leren kennen. Ja, we zijn nu echt in Zuid. Daar in de verte zie je nu dat we van de lage kusten meer naar de klifkusten aan het gaan zijn. Wat is dat nu voor een zee? Ik zit al heel een tijd tussen de kliffen. Oké. Okay. We rijden nu Lagos binnen. Lekker toeristisch stadje, maar ik denk dat hier wel wat mooie dingen zijn om te zien. Buiten de stad dan. Portimao. Ja, de rivier vlakbij Portimao. Ik ben nu onderweg naar een waterval. Een wegje langs alle appelsienen en citrusbomen. Om zo bij de waterval te komen. Wauw. Prachtig. Check. Paradijs.
stage, there in the silence. You were there. Dit ziet er misschien warmer uit dan de zee. Maar het is, denk ik, minstens 10 graden kouder. Moeilijk om erin te blijven. Je spieren verklammen helemaal. Maar wel ongelooflijk mooi. Precies dat ik in de jungle zit of zo. En dat hier tussen allemaal appelsienebomen en citrusbomen. Je verwacht totaal niet dat hier ineens zo'n prachtig stukje blauw water met waterval zou zijn. Zalig. Loop ik dus de hele tijd rond filmen van op verschillende hoeken. Ja, wat moet anders doen op een dag, hè? Voilà, ik ga Portugal uitrijden vandaag, terug in Spanje. En toen dit is een beetje lastig, want Portugal was heel heel mooi en heel leuk. En ik ben niet zo'n heel grote fan van Spanje. Allee, Spanje is ook fijn, maar Portugal is veel aangenamer. Maar we moeten doorrijden, want ik ben er een beetje te lang over aan het doen. Dus nog een kilometer of zo en ik ben in Spanje. Nu is hier nog allemaal mooi groen, maar straks gaan we ineens in een rode, knalrode vallei zitten. Oude mijnen. Dit is Tarsis. Hier hebben we met Up High Collective vorig jaar visuals opgenomen. Het is toch wel echt een van mijn favoriete plekken in Spanje. Check. Oude mijnen, ijzermijnen, kopermijnen, ik weet het niet. Ongelooflijk. Dan ineens allemaal super fel blauwe kleur. Vreselijk wegje. Oh, en die beker achteraan. Ik ga die even anders hangen, want die zit heel de tegen mijn raam te tikken. Eng gaan.
ingaan. Ei toch, ei toch. Eens gaan zien. Wanted to be. I'm riding the crest of the wave. Coming home. Vriendelijk zijn. We zijn het allemaal te weinig. Hey, de zon schijnt keert in mijn gezicht, Kuali. Nee, ik ben niet gek aan het worden omdat ik al zo lang alleen ben. Nee, ik ben gewoon even in een leuzige bui. We zijn nu onderweg naar Huelva. Naar daar. Huelva. 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 I go to Huelva. 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 Voilà, we zijn in Huelva en ik heb een couchsurfingplek gevonden. En dat is ondertussen 20 dagen geleden of zo, of langer. En alweer een kwartier aan het rondrijden voor parking. Of langer misschien. Vreselijk. Ik ga hier nu uit Huelva de mist inrijden. Het is zo'n zalig stuk lucht. Alleen is het niet zo zalig omdat je weet dat je van al die fabrieken en zo komt. Ik weet niet uit wat ze doen, maar ik denk dat dat hier olieproductiemaatschappijen zijn. Dus het is geen natuurlijke mist, naar mijn weten. En opeens is mijn autobatterij plat. Ik was hier 2 minuten foto's aan het maken met mijn lichten nog aan en mijn autobatterij is plat. Langs door El Rocío rijden, een heel idyllisch dorpje, heel westernachtig. Ik ben nu in de buurt van Cadiz. Ik ga daar even overrijden. Misschien denk ik even stoppen om wat foto's te maken. Ik ben eigenlijk de laatste dagen wat kilometers aan het maken. Omdat mijn moeder die komt overmorgen aan in Malaga. Ik ben nu nog niet in Cadiz, dus dat is toch nog wel een paar uurtjes rijden. Maar binnen 2 dagen komt mijn moeder. Een 5-6 dagen. Dus even een bezoekje. Dat is Cadiz. Daar heb ik hier nog het zonnetje onder gegaan. Dag. Tot morgen.